U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Op veel plaatsen in het land scheen vandaag de zon, maar in het uiterste westen bleef het grijs en nevelig. En dat kunnen we ook zien op de satellietfoto. De zon in het oosten van het land en in het westen van het land kwamen we bewolking tegen. Die bewolking loste weliswaar heel langzaam wat op, maar dat ging zo traag dat het in het uiterste noordwesten bewolkt bleef. Voor de komende 24 uur moeten we verder naar het westen kijken. En we zien boven de Britse eilanden behoorlijk wat bewolking klaar liggen. Die komt geleidelijk aan onze kant op en uit die bewolking valt ook van tijd tot tijd regen. Voordat die neerslag ons bereikt heeft, is een groot deel van de nacht al voorbij en vanavond is het sowieso droog. Met opklaringen, vooral landinwaarts, langs de uiterste westkust nog wat wolkenvelden. Het is droog en een graad of 12. Vannacht houden de opklaringen het langst vol in het oosten van het land en daar wordt het dan ook behoorlijk fris. Temperaturen gaan dalen naar een graad of 6 en vlak aan de grond is het veel frisser. Tegelijkertijd zien we van het westen uit bewolking toenemen en dat betekent dat het langs de westkust veel minder fris is. Aan het eind van de nacht gaat het regen in het noordwesten. Die regen breidt zich uit over het land. Voordat het Limburg bereikt heeft is het al een eindje in de middag. En in de ochtend zou in Limburg de zon nog even kunnen schijnen. Het wordt 13 tot 15 graden. De temperatuur gaat de dagen daarna weer omhoog. Donderdag nog vrij veel bewolking en een spatje motregen. Vrijdag en zaterdag droog weer en vooral zaterdag volop zon. En de temperatuur van 18 graden komt dan in zicht. Het lijkt erop dat vanaf zondag de temperatuur weer wat terug gaat vallen, maar er zit een hoop onzekerheid in die verwachting. We zien wel dat het weer wisselvalliger wordt, want ook de kans op neerslag neemt iets toe. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.